Goeiedag, ik heb gehoord dat Minoux aankomende week bij u in het theater te zien is. Minoux, u kent haar wel, die vrouw. Of nou ja, die vrouw, die man, die indiaan, die natuurkracht, die bloeiende maagd. En dat is ongelooflijk goed nieuws, want u bent namelijk uitgenodigd voor dit feest. Ja, ik heb namelijk van horen zeggen dat je er naartoe moet, naar die voorstelling. Waarom? Het schijnt een cadeau te zijn aan jezelf. Het schijnt een voorstelling te zijn die hilarisch is, die ontroerend is, die onconventioneel is en waanzinnig grappig. Maar ja, weet je, de mensen zeggen zoveel. Hè? Ze kunnen wel zeggen dat ze naakt gaat. Ze kunnen wel zeggen dat je kan blijven slapen. Je weet het niet. Is het waarheid? Is het gelogen? Je kan er maar op één manier achterkomen. En dat is gewoon gaan. Ga naar die voorstelling. En als je dan toch gaat, zou ik zeggen, neem voor de zekerheid gewoon je slaapspullen mee. Dan weet ik zeker dat zij voor de wijn zorgt. En voor de kaatsenballen in een net. Nee, dat laatste is niet waar. Daar zorgt iemand anders voor. En die komt, als het een beetje mee zit, over 2 weken hier aan. Daar zo. Daar. Ja, maar die komt ieder jaar. En Minoux is slechts eenmalig bij u in het theater.